Hey kijkers van Sick Legends, ik ben weer terug met een nieuw begin van Survival. En ik dacht, laat ik dan gelijk Colin meenemen in mijn tocht van Survival. Ik heb een random seed gepakt, ik heb gewoon server gestart en ik kreeg deze seed. En ja, daar is ons village en daar gaan we heen. Mm-hmm. En Colin gaat uitleggen wie die is, wat die is en wat die doet en wat de fuck dan ook. Nou, ik ben Colin. Ik beheer servers van Kortkraft. En deels ook de oude SL-server. En de nieuwe SL-server. Binnenkort. Ja. Samen met nog iemand anders. Hij beheert ook deze server, vandaar ik moest wel met hem mee laten doen. Moest. Nou, mij is altijd wel een village, jammer. Ja, precies. Ik denk dat ik hier ook gelijk ga wonen. Ja, we willen al meteen een huis. Dus. Even wat varkens killen. Ik zit te kijken of er misschien ook leuke villages zijn. Daar kijk ik nooit naar. Ik vind villages net gewoon mensen op de markt. Dus die zet hij ook af. Ja, gewoon. Dat doen ze ook. Ja, daarom. Bensput. We moeten helemaal de berg over om, ons hout te krijgen. Dus, potatoes, nice. Nou, dit is wel nice dat we al veel potatoes en carrots hebben. Oh. Ik neem 1 pumpkin mee. 3, 4, 5, 6. Nee, die moet ik bewaren voor als ik ooit de enderdrengel wil verslaan. Dan doe ik hem gewoon zo op, of kan ik hem opzetten. Werkt dat tegen de enderdrengel? Nee, dat werkt tegen endermans. Oh. Nee, je ziet echt geen flikker. Nee, klopt. Ik zie dat we hout moeten halen, want ik zie al... fuck it, ik ga hier gewoon slopen. Sorry villagers, maar I need your wood. Ach, het deurt loopt niet weg. Nee, precies. Koe, sorry voor je staanplaats. Maar ja, ga gewoon weg. Be gone, koe, be gone. Even kijken. Je laat het vallen. Wat laat ik vallen? Een paar houtblokjes. Oh, sticks. Ik maak een pickaxe. Oh. En ik ga daar dat hout hakken. Dat steen hakken. Oh, aangezien we hier toch gaan wonen. Wat? Ik ga sowieso later verhuizen, dat weet je. Ja, dat is nog. Ik kan het zeggen, want als je dat. Ik ga hier niet blijven wonen. Ik zoek wel. Ik ga even kijken of het in de buurt schapen. Ja, schapen zijn heel handig. Wacht. Zit daar ergens iron in die berg? Nee, anders kon je die schapen scheren. Ja, daarom. Ja, ik zit vast wel ergens iron in deze berg, maar ik weet echt niet. Kan je 3 steen naar beneden gooien? 3. Of 6. Dan maak ik ook eentje voor jou. Ja. Een furnace bedoel je, of niet? Hm? Een furnace. Nee, een stone pickaxe. Oh, oké. Okay. Maar ik hak deze gewoon lekker op. Dat doe ik altijd. Ja, nou gewoon stone. Of ik gooi deze gewoon in de lava, dat kan ook. Nee, maar ik zag dat CommunityCraft zo goed bekeken werd. En ik dacht van, ik kan wel alleen maar CommunityCraft uploaden, maar dat is ook niet echt het beste wat je kan doen op een kanaal, alleen maar hetzelfde. En ik ga ook binnenkort komen er minigames, zoals TNT Run, The Walls op Kortcraft, Minecraft, Mario Kart, dat soort dingen allemaal.
Dus ja. En Colin, heb jij al een paar dingen te zeggen tegen mijn kijkers? Van wat er gaat komen in Chordcraft? De minigames vooral, of? Chordcraft wordt gewoon een heel groot netwerk en er worden constant nieuwe minigames bijgedaan. En in het begin zouden er eigenlijk survival games, factions, PvP en zo zijn. Jullie kunnen al joinen trouwens, play.chordcraft.nl als het goed is. Ja, alleen de factions is nog open en de creative. En we zijn nog bezig met de hub, dus jullie kunnen de hub nog niet zien. En waarschijnlijk wordt de hub gewoon fucking groot, alweer. Ja. We zijn druk bezig, laten we het daarop houden. Even kijken, waar ben je heen gegaan? Oh ja, ik shift altijd op de een of andere manier. Dan... Maar dat is hier een cave gewoon. Ja, ik zal iron te zoeken erdoor. Oh, nice. We hebben al wel veel kool. Ja, ik merk het. Het is echt zo'n... Ik heb hier ook heel veel kool gelijk. Maar... Wat zeg je? Oh, nou, hij gaat eventjes... dat was een lag volgens mij, lag spike. Ik zie een witch. Zie je mij? Ik zie haar daarboven. Waar? Ik heb wel veel eieren hier al. Veel, 3, maar dat vind ik veel. Wauw. Fucking veel kool. Hebben we in ieder geval. We hebben er 16, hier nog meer. Ik heb 41 kool. Wow. 44. Nou, we kunnen de hele wereld verlichten. Ja, precies. Even kijken. Hier is een keep. Hier is heel weinig te doen, te beleven. Oh, ik word er echt gek van zoveel kool, Jezus. Dit is gewoon heel... Ik ga... Deze aflevering heet heel veel kool. Oh. Een nieuw begin met heel veel kool. Zo gaat de aflevering heten. Het is alweer nacht. Er is een nacht. Het eten van de mop. Ik zie daar een village. Waar wij als village. Daar lava. Dus, holy shit. Holy waar shit. Ben jij eigenlijk? Ik ben nu terug aan het lopen naar de village. Oké, ik zal die steen, hele steengroeven of zo. Daarnaast. Het is een Extreme Hills Stone. Ja, dit zijn large biomes, dus. Want dat is wel nice dat er nog een grote plains hebben eigenlijk. Klopt. Ik vind dat wel een fijn biome. Ik vind large biomes sowieso. Ja. Even kijken. 64, tering. Damn, son. Tun. Wat gaan we doen, Colin? Ik denk... We need iron, bro. Ja, ik zit ook echt iron te zoeken. Ik dacht van, ik denk bedden maken. Dat dacht ik net als eerste aan. Zodat in ieder geval als we dood gaan, dat we daar respawnen. Oh, alleen de World Spawn Point is ook wel vlakbij ons. Ja, precies. Village. Ik heb genoeg torches in ieder geval. Hoe kom je dan aan zoveel kool? Ik had er nergens kool voor gevonden. Nee, ik ook niet. Oké, weer kool als je ervoor kool hebt. Er zit een creeper in onze wensput. Echt? Oh. Ja. Hij komt er nooit meer uit. Laat hem ontploffen. Dan gaat er niks kapot als het goed is. Ik wel. Oh! Nou, hij ontplofte zo te horen. Nee, dat was een creeper achter mij. Oh. Ik zat met die creeper in de wenspel te kijken. Dat was ik wel achter mij. Dat was zijn broer. I will help you, brother. Oh, weet je wat? Ik ga even naar binnen, want ik heb 4 hartjes.
Oh, weet je wat het beste eten is wat er is in Minecraft? Steak? Nee, wortels. Dat wilde ik eigenlijk ook als eerste zeggen. Want je hoeft het niet te koken, gewoon. Niet te koken, je farmt het en je hebt twee hartjes ervan iedere keer. En ik denk, ik bedoel van, kom op. Ja. Oh, een spin die tegen de deur op gaat. Aardig. Hij komt toch niet naar binnen. Een beetje aardige spin, of Ja, hij klopt aan. En ik sla hem weg. Mm. Evil. Oh, nee. Oh, mijn pickaxe is kapot. Ik ga weer terug naar boven. Ik zie hem nou. Dat zou best kunnen. Oh, wacht. Weet je wat? Ik herplant weer gewoon een rij wortels. Heb jij bomen gezien? Wat zijn bomen? Oh. Dat zijn die dingen waar die bladeren aan hangen, weet je wel. Oh, dat is wel weer een nadeel aan large biomes. Oh, ja, oh. Ik weet waar bomen zijn, daar niet van. Oh. Maar het is een beetje ver lopen, ik heb geen zin om te lopen. Wat herplant jij nu? Oh, seeds. Ah, creeper. Ga weg. Dankjewel. Oh, oh. Spin. Ik denk dat we beter even naar binnen kunnen en de nacht kunnen overleven. Yep, en dan hoe heet het? Knip ik hem eventjes totdat het weer dag is. Dus jongens, tot zo. En we zijn weer terug, jongens. Het begint weer lekker ochtend te worden. En ja, we gaan. Mm-hmm. Wat gaan we doen? Creep. Dude. What the fuck doe je daar? Achter je zombies. Dankjewel. Hi zombies. Oh. Nou ja, dat is onze wilde nacht geweest. En aangezien ik lekker heb geknipt in de aflevering, wordt de aflevering nog iets langer. En ga ik nu weer hout hakken hier. Omdat ik te lui ben om hout helemaal te halen. Daarachter. Laat me, ik ben gewoon lui, ja. Daar kan ik niks aan doen. Want je kan wel lachen, maar ik kan er niks aan doen dat ik lui ben. Ik ben zelf ook heel lui. Ja. Qua sommige dingen. Nee, het is gewoon zo. Azur bluet. Azure. Azur bleu. Sacré bleu. Oh, we kunnen hier een schaar kopen. Voor 3 emeralds. Nou, heb jij 3 emeralds dan? Dacht nee. Ik al. Dat kost onze stack wheat. Echt? Voor 3 emeralds, ja. Oh, dat is wel een chille deal eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Even kijken. Ik spring de hele tijd op die farm. Ik heb plant de rest, want ik ga gewoon staan. Hier. Dat voel je niet snel genoeg. Ik haal dit eventjes weg. Mm-hmm. Even kijken. En dan zet het gewoon hier neer. Lof. Oh. Even kijken wat we ook weer gaan maken. Ik zie daar wel lava. Ik ga daar eens kijken. Ja, wat heb je aan lava? Niks. Nee. Ik zou schieten wel niet veel meer op. Pickaxe. Ik maak nog wel 2 stone. Ik maak wel 2 zware. Ik heb al 2 pickaxes gemaakt trouwens. Oh. Nou, ik deze ook gewoon. Oh, een chest. Even kijken. De chest is dat gewoon hier. Moet ik nog verder lopen? Even kijken. Zullen we ook nog een. Oh, daar hebben we niet genoeg hout voor, denk ik. Oh, ik moet wel wat eten hebben. Kijk of we genoeg hout hebben ervoor. Om een mini farm te maken. Met fences. Oh, geen gang. Ik wacht. Ik maak ook wel een stone axe dan. Dan ga ik ook ondertussen even. Als 20 ik hout fences zie, hebben we. Nou, dan ga ik eventjes een
een koeienfarm hier maken. Gewoon hier, YOLO. Oh ja. Een beetje te klein denk ik, maar maakt niks uit. En we hooguit in ieder geval iron armor, leather armor maken. In plaats van iron. Hé, hey, we hebben een paard. We hebben een paard. Nice. Hoe lok je die dingen? Met een leash. Ik heb hier heb ik een ding. Een ding wat ja. Hoe lok ik koeien ook weer? Met wheat. Oh ja, ik heb wheat. Hi, kom. Kom maar. Hi, kom. Hey, kom. 5 euro. Hier. Kom dan. Kom maar. Hi. And you are locked up. Oké, we hebben een koe. Oké, ik ga de aflevering afsluiten en ik ga vertellen wat we allemaal hebben. We hebben 1 koe. We hebben heel veel kool. En ik ben nu bezig met de 2e koe. We hebben... Heb jij iron gevonden, trouwens? Nee. Oh, ik dacht dat jij je iron had gevonden. Oh, wacht, maar... ja, ik heb hier een paar iron. Oh, we hebben een paar iron, dus, hoor ik net. Zo. We hebben 2 koeien. Oh, ik kan me niet. Merk ik nu. Kom maar. Kom dan. Ugh. Nee, mijn koeien lopen weg. Nee. Dit gaat zo lastig worden. Koe. Ja, als je switcht, dan komen ze niet meer terug achter je wiet aan, hè? Of zo? Jawel, ze komen alweer terug. Kom maar. Allebei. Waar was ik gebleven? Oh, by the way, ik heb bomen. Nice. Zorg voor die hoe heet het? Bone shizzle. Ja, dan hebben we in ieder geval Nou, we hebben 2 koeien dus. We hebben een village gevonden, we hebben heel veel iron. Heel veel kool hadden we even iron. We hebben genoeg eten. Dat is wel fijn. Ik ga zo naar die iron, we hebben een huis, we hebben een chest, we hebben gewoon lekker goede starter resources. Volgende keer ga ik verder met Colin om bomen te zoeken of om te hakken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer hier in Survival met noobs. En later. Yo.